Hallo allen en welkom bij deze extra Wie is de Mol update video. We gaan al heel veel dingen bespreken in deze video over aankomend seizoen. En wil je hier natuurlijk bij horen, abonneer je dan zeker even snel op dit kanaal. Zodat je niks mist over Wie is de Mol seizoen 23. Laten we dan maar snel gaan beginnen met de video. Ik heb het opnameland van Wie is de Mol seizoen 23 ontdekt. Als je dit liever niet wil horen, dan moet je even doorspoelen naar de tijdcode die hier op het scherm staat. Het land van seizoen 23 is Zuid-Afrika geworden. En met als startlocatie Kaapstad. Maar hoe weet ik dit? Helaas kan ik niet super veel delen over dit. Want dan hebben we het misschien de komende jaren niet meer, deze informatie die we nu al hebben. Maar om toch even een klein tikje van de sluier te geven. Ik heb een bron. En deze bron heeft mij verteld wanneer precies de kandidaten zouden vertrekken naar het opnameland. En de crew natuurlijk ook. En dat was op 24 juni. Toen hebben de kandidaten de vlucht gepakt richting het opnameland. En de crew was daar al 2-3 dagen in het land zelf. En dat is natuurlijk ook heel logisch. Om alvast dingen te filmen en zo. Toen ze er waren in het land, heb ik 2 dagen na de vertrektijd, heb ik de locatie van een crewlid genaamd Momo, waarschijnlijk, getraceerd. Hoe ik dit heb gedaan, dat kan ik niet vertellen. Maar ik heb het wel gedaan. Deze locatie was namelijk echt Zuid-Afrika, Kaapstad, in een hotel / Airbnb. Nou, toen ik de locatie had, heb ik vervolgens de hotels in de buurt van die locatie en het bootvuur binnen die locatie een mail gestuurd met daarin de vraag of er een grote groep was en opnames en dat soort dingen. Daarvan heb ik toevallig vorige week een mail teruggekregen met dat het zo kan zijn dat ze bij het bootvuur zijn geweest. Vervolgens heb ik nu weer een mail verstuurd vandaag. Met daarin foto's van de crew. Dus hopelijk gaan ze misschien wel eentje van die paar mensen herkennen. En dan hebben we sowieso 1000% beet. Want het land zoals die nu is, vind ik aan de ene kant tricky. Want ik heb vanuit één bron iets. De bron is wel heel sterk, maar ik heb vanaf één bron heb ik iets. Als ik nu van 2 bronnen hetzelfde heb, dan is het natuurlijk meer betrouwbaar. Maar goed, daar moeten we even voor wachten in de toekomst. Dan nog verwachte kandidaten. Ja, dat is in dit geval erg lastig. Op mijn Instagram WEDM_pro heb ik Defrim Aslan gepost als verwachte kandidaat. Alleen kwam ik er daarna achter dat hij ook waarschijnlijk aan Expeditie Robinson mee kan doen. En dat is natuurlijk ook niet handig voor Wie is de Mol. Dus we moeten met z'n allen heel goed gaan zoeken. Dus ook jij. Jij achter dat scherm daar moet gewoon gaan kijken. Moet een beetje opletten. Wie verdwijnt er van de tv? Wie verdwijnt er van de radio? Wie is er al een tijdje non-actief en blijft non-actief? Nou, laat mij dus zeker weten of je offline de BN'ers kent. En dan was dit ook weer de korte video. Laat een duimpje achter. Abonneer op dit kanaal hieronder. En dan zeg ik tot de volgende video. Laters.